avec le gardien. Het is een beetje houtje touwtje Frans, maar Pim Verbeek redt zich prima tijdens het trainingskamp van Marokko. Hij is inmiddels ook wel gewend om in het buitenland te werken, want in de laatste 10 jaar had Verbeek banen in Japan, Zuid-Korea, de Nederlandse Antillen, de Verenigde Arabische Emiraten, Australië en nu dus Marokko. Als bondscoach gaat hij met het Olympische elftal naar de Spelen. Ja, ik vind het geweldig. Dat is een van de redenen waarom ik naar Marokko gegaan ben. Yes, yes, helemaal. Verbeek heeft een Nederlandse technische staf samengesteld. Zijn broer Robert en Henk Duut assisteren hem. Wij doen eigenlijk alles met z'n drieën. We hebben 3 trainers op het elftal staan. Daarnaast hebben we Ali Afellay, is mijn linker en rechterhand. Nou, die heeft een broertje, die kan ook aardig voetballen. Dus Ali, jawel. Daarnaast gebruik ik hem eigen als de man die dus de zaak heeft vertaald. Maar als ik tegen Ali zeg, Ali, leid jij de training, dan komt het ook allemaal goed. In de Marokkaanse selectie zitten 2 spelers uit Nederland. Soufiane El Hasnaoui van de Graafschap en Zakaria Labiat, die nog steeds van PSV is. Labiat heeft niet zo heel veel zin in de training en is zijn scheenbeschermers vergeten. Pim Verbeek ergert zich eraan en laat de materiaalman de scheenbeschermers halen. Als Labiat dan nog steeds niet vooruit te branden is, is Verbeek er even klaar mee. Labiat! Hey! Labiat! Ja? De lampenbotsen komen eerst om met witte sokken. Je hebt geen scheenbeschermers bij, je gaat nog praten ook. Kom nou. Ga een beetje als een professioneel gedragen man. Of je nou een grote jongen bent of een kleine jongen, of je bij een grote club speelt of een kleine club. Hij moet gewoon even vol aan de bak. Hij is niet helemaal fit geweest de laatste dagen. Nou, dat vind ik allemaal prima. Maar onze vriend was ook niet bij de medische staf geweest vanmorgen, dus dan ben je fit. Hij is altijd degene die heeft gezegd van ik wil maar 1 ding. Ik wil naar de Olympische Spelen. Nou, dan zijn we er dichtbij. Dan moet je niet gaan lopen klooien. Ben jij daarin wel anders dan de trainers in Marokko? Want als je 1 keer kreunt of piept tijdens de training, rent iedereen helemaal op. Zag je het? Ja. Normaal heb ik dat al aardig onder controle, maar dan beginnen we weer overnieuw. En dan krijgen we dit hele verhaal weer natuurlijk van ja, dan is het natuurlijk weer een grote naam en dan moet iedereen er even mee bemoeien. Maar dat ga ik er deze dagen wel weer uit krijgen hoor, dus dat is allemaal, komt dan weer goed. Straks hoofdstuk 2 met Zakaria Labiat. Marokko zit in een pool met Spanje, Japan en open tegen Honduras. Spartaan Ilias Belhassani had die wedstrijd graag willen spelen, maar hij viel op het laatste moment af. Ik wil met 1 diepe spits spelen en daar 3 mensen achter die nogal bewegelijk zijn. Nou, dat kan Belhassani natuurlijk uitstekend, want dat kan hij. Hij heeft Sparta op rechts. Ik denk dat hij dit seizoen wat meer achter de spits gaat spelen, omdat dat vinden ze eigenlijk bij Sparta volgens mij ook al eigenlijk zijn beste positie is. Maar ja, op die positie heb ik jongens als Labiat, Bidaoui, Barada, die spelen in de Spaanse hoogste divisie, Belgische hoogste divisie. Kadouri, die staat in de belangstelling van Juventus. Ja, dan wordt het voor Ilias lastig. Dan ligt Labiat ineens op de grond. Hij claimt een elleboog gehad te hebben. Verbeek denkt dat het allemaal wel meevalt. De blessurebehandeling aan zijn lip duurt 3 minuten. Veel te lang naar de zin van Verbeek. Ja, tegen Honduras kan ik ook geen 3 minuten wachten. Nou, sommige jongens willen een beetje gepamperd worden. En dat doen wij niet mee, hè? Toch? Dat zag ik duidelijk. Nee, doen we niet mee. Geniet je van het werk hier zo met de jongens? Ja, dit is, kijk, het liefst heb ik steeds gezegd, er komt natuurlijk een moment dat ik weer gewoon een club ga trainen. Want dit is natuurlijk gewoon het leukste. Ik bedoel, ik heb het hele kamp georganiseerd en daar ben ik ook nog weken mee bezig geweest. Soms denk ik wel eens van, ah, het is toch wel lekker. Gisteren zag ik Fred Rutte lopen en die is dan weer lekker 2 weken geleden begonnen. 6 weekjes voorbereiding, een beetje passende meten, vriendschappelijk wedstrijdje. En ik maar pezen om het in 10 dagen klaar te hebben. Dus, maar ik vind het geweldig. Maar vanaf wanneer weer bij een club aan de slag, zou je horen? Nou, mijn contract loopt tot 2014. Dus eerder zal het niet gebeuren. Of de Marokkaanse voetbalbond moet vinden dat ik het niet goed doe. Dan ben ik weer eerder beschikbaar.